Yo kijkers van Katrienkrans hier, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. En we zijn in Leuven, de stad waar ik ga studeren. En ik ga vandaag naar mijn kot kijken, dus naar mijn kamer. En naar de universiteit en gewoon een beetje door de stad lopen om het ja, een beetje te verkennen allemaal. Dus ja, als jullie er zin in hebben, doe alvast een duimpje omhoog. En ja, laten we maar beginnen. Oké, zoals jullie in de vorige video hebben gezien, ben ik dus aangenomen voor tandheelkunde in Leuven. En ik ben dus aan het kijken voor een kamer. En in principe, ik wil nog niet op kamers, want ik vind het allemaal veel te spannend. En er zal waarschijnlijk superveel online les zijn. Maar aan de andere kant, ik heb één kamer gezien. Dus ik had op één kamer gereageerd. En die mevrouw heeft al terug gereageerd op mij. En ik ga dus nu bellen met wat vragen en... ja, gewoon een beetje informatie verzamelen over de kamer. En ja, want dat is de enige kamer waarbij ik een goed gevoel heb. Dus ja, we gaan er eventjes bellen. Want vanavond stonden er 12 andere kandidaten op het programma. Dus het is nu... nu of nooit. Of het, niet? Ja, het is waarschijnlijk nu of nooit. Want er komen ook heel veel andere mensen kijken. Dus zonder te kijken in kamer eventueel huren. Dus we gaan bellen. Yes. Spannend. Mm-hmm. Dan zou ik heel graag daar willen wonen. Ja, dat is heel graag. Ja. Maar je hoeft nog komen kijken te worden, hè? Ja, maar ik wil hem eigenlijk gewoon reserveren, want ik weet zeker dat dat de kamer is. Ja, oké, maar dat is goed. Kun je dan alle gegevens doorsturen? Ja, wat heeft u nodig? Gewoon adres? Ja, wat heb ik nodig? Wat is er de kamer? Telefoon. Zo. En ook gelijk een kamer geregeld. Ja, ja. In Leuven, hé. Mm-hmm. Via Facebook geritseld, hey. In 3 dagen van helemaal niks naar toegelaten, ingeschreven, kamer geregeld, morgen kijken. Ja, maar die kamer, ik had er meteen een goed gevoel bij, want hij heeft zo'n verhoogde hoogslaper. Dus dan heb je veel meer ruimte op je kamer, omdat je een hoog bed hebt. En het was gewoon een goed gevoel, dus ik dacht, ik mail die vrouw gewoon en ze belt meteen terug dat ze geïnteresseerd is. Ja, de andere kamer die ze had, was binnen een uur weg. Dus ja. We hebben niet eens tijd gehad om te gaan kijken. Nee. En dit is hem een beetje. Hup, hup. Heel klein, simpel, maar goed hè? Ja, perfect. Ik heb er echt super veel zin in. Ook om dat mijn eigen ruimte te maken en zo. Yes! Yes! Joe! Oké, dat is ook weer geregeld. Ik heb een kamer gevonden in Leuven. De enige kamer waarbij ik een goed gevoel had. Het heeft zo'n hoog bed. En dan heb je dus super veel ruimte op de kamer. En dan kan je super knus. Allemaal lampjes. Ja, ik zie het helemaal voor me. Dus daar heb ik super veel zin in. En we gaan morgen naar Leuven toe om te gaan kijken naar de kamer. Maar ik heb dus al gezegd dat ik akkoord ga. En dat ik super graag daar wil komen wonen. En ik ga dus nu mijn gegevens sturen. En Afke gaat op kot, zoals dat heet in België. Ja, ja. En trouwens, dit is nog steeds dezelfde dag als de vorige video. Het gaat allemaal zo snel. Gisteren pas die toelatingsbewijs gekregen, vandaag al ingeschreven en nu al een kamer. Ja, ja, het gaat super snel. Maar als je er een goed gevoel hebt... Wat vind je ervan? Ja, dat is niet te bevatten. Als je er een goed gevoel hebt bij de kamer, moet je het meteen doen. Ja, dat is ook zo. Dus nu op naar Leuven. Yes. 1 uurtje rijden. Bouwen, maar hier dit nieuwe, dat rode, dat is de universiteit en daar ga ik dus studeren. Maar ze zijn hier nog volop aan het bouwen, maar de universiteit is al helemaal vernieuwd.
samen met Afke in deze coronatijd, vandaar het mondkapje, het kot bekeken en de stad bekeken. Ja, dus Afke gaat op kamers, het huis uit, een hele stad. We gaan nu naar de kamer kijken. Het is vlakbij het centrum. Als je hier de hoek om gaat, ben je in het centrum. Dus het is mega fijn voor Afke. Met leuke restaurantjes, een hele gezellige stad is het. Komt wel goed hier. Er zijn 14 kamers wel geteld. Zo. Even een lamp. Ja, hallo. Wat zie je? Hallo. Hallo. Mooie douches. De centrale ruimte. Nee, vlegels. Microgolf. Ja, die doet het nog uit. Hè? Nee, wie tast het dan weer uit? Ja. Ja, dat is het. Ja. Keuken, mooi. Ja, de keuken is niet het. Dat is de kamer. Mooi kamertje hoor. Klein maar fijn. Ik vind het wel gezellig met de lampjes. Knus. Oh ja, die lampjes die kunnen nog aan. Ja. En de dame die hier nu zit, die komt uit dat land. Zoek maar op welke vlag dat er is. Wasbakje. Oh. Ik ben een heel gemakkelijk. Als we de zakken samen wisten, dan moet ik dat naar binnen. Tekenen. Nou, getekend, het is officieel. Yes. Yes. Yes, van jou. Gaat je elke weekend naar huis? Ja, ja, het begint sowieso. Ja, ik ben wel echt een thuispersoon. Ik was ook niet van plan om op kamers te gaan. Mm-hmm. Maar in Nederland vond ik niet de studie die ik leuk vond. Mm-hmm. Dus toen ben ik naar België gegaan en toen moest ik wel op kamer. Mm. En nu is het opeens heel snel, want ik wist natuurlijk niet dat ik door de toelating heen kwam. Mm. Dus opeens is het heel snel toch uit huis gaan, maar ja, het is wel spannend. Maar ik denk dat dat heel goed gaat komen tussen met mensen. Ja, ja, ik denk het ook, ja. Echt wel. Daar is haar kamer en hier is de keuken, de gezamenlijke keuken. Nu gaan we iets eten. Oké jongens, ik heb de kamer gezien. Ik vind hem echt fantastisch. Want ik weet niet, ik heb wel met dat hoge bed en ik vind het gewoon super leuk. En je hebt echt veel ruimte. Ik had het niet verwacht, maar door dat hoge bed heb je veel meer ruimte.
Maar het was best wel rommelig omdat het meisje aan het verhuizen is. Dus ik ben echt super excited om alles te gaan verven en netjes in bakken te gaan doen en mijn eigen spullen daar neer te zetten. En wat strakker, zeg maar. Niet zo rommelig, maar ik zie het wel zitten. Ja, leuke kamer, leuke huisbazin, hè? Ja, die was heel aardig. Leuke mevrouw. Ja. Dus het gaat helemaal goed komen hier in het gezellige Leuven. Yes. En nu gaan we even lekker lunchen. Ja. Yes. Nou, en die mevrouw vertelde dus, want ze, daar waren gisteren na één dag stond er op Facebook en waren er al 12 kandidaten en die vrouw zei dus van, wat zei ze eigenlijk? Dat ze jouw foto wel leuk vond op Facebook. Ja, kijk, ik had dus gevraagd of ik mocht komen kijken en toen zei ze ja, je kan vanavond komen. En toen heb ik haar terug gemaild van ja, sorry, maar ik kan beter morgen komen, want ik woon in Vermont, bla bla bla. En toen zei die vrouw, ja, maar vanavond komen al 8 andere mensen kijken, dus dan is de kamer waarschijnlijk weg. En omdat ik jouw profielfoto heb gezien, je lijkt me zo'n aardig meisje. Dus ja, als je slim bent, kom je vanavond. En toen zei ik, ja, kan ik niet gewoon de kamer alvast reserveren en alvast tekenen voor de kamer, want ik wil die echt super graag door het hoogbed. En ja, toen zei ze, ja, dat is goed. En toen waren we hier en toen had ik de kamer. Ja, dus eigenlijk door jouw profielfoto op Facebook heb je de kamer gekregen. Ja. Grappig. Yes. En nu dus lunchen. Nou, hier gaan we lunchen. Daar. Onder de vlaggetjes. Op de kamer. Proost. En omdat we al lang geen pizza meer gehad hebben. Back naar Italië. Yes, smakelijk. Op het kot. Op de kot. Oké, jongens, dat was mijn avontuurtje hier in Leuven alweer. Ik ben super blij met de kamer en ik heb ook de stad gezien en de stad is echt super gezellig. Een beetje een oud centrum. Dus het voelt wat meer als een dorpje. Ja, het is eigenlijk niet waar, maar het is wat gezelliger, wat knusser. En ook mijn kamer is knus, dus ik ben super blij. En ja, bedankt voor het kijken naar deze video. En een duimpje voor als je het leuk vond. En we zien ons de volgende keer. Later!